Mieke, jij verkeert in goed gezelschap. En dan bedoel ik eigenlijk op het Apeldoornse gezelschap. Burgemeester Berends is een menner. Gideon Alewijnse van Aventis heeft iets met paarden. Apeldoorn als paardenhotspot in Nederland. Is dat het? Nou, het is denk ik ook wat heel erg trekt, is de omgeving hier. Ja, met paarden wil je eigenlijk ook het bos in kunnen. Dus kunnen genieten van de natuur en de omgeving. En dan is Apeldoorn, Beekbergen, ja, dat is natuurlijk geen betere plek in Nederland, vinden wij, als hier. En de buitenlanders die hier naartoe komen over de hele wereld, ja, die kijken de ogen uit. Vooral omdat het hier eigenlijk ook nog heuvelachtig is, wat de mensen niet verwachten. Maar als je het bos in gaat, heb je gewoon een heel mooi, ja, gevarieerd landschap. En het is gewoon geweldig om te trainen. Het is de mooiste plek. Nou kennen veel mensen jou van jouw prestaties op de bok tijdens de menwedstrijden. De dressuur. Maar je doet eigenlijk veel meer. Ik wil ze even met je langslopen. Misschien schrik je er zelf al van wat je allemaal doet. Maar je hebt natuurlijk hier waar we te gast zijn het Riant Equestrian Center. Het africhten, verzorgen van paarden. Dan heb je nog het Riant Foyer, het restaurant. Paardenhandel wereldwijd. Wij zijn Facebook-vrienden. Ik kan niet op mijn Facebook-account kijken of jij zit weer ergens in de wereld. Je bent weer onderweg. Ook nog een bungalowpark in Oosterhout. Weet waarschijnlijk niemand. Het moet haast wel hobby zijn, hè? Want als het werk zou zijn, dan wordt het een beetje veel van het goede. Ja, natuurlijk doen we dat met de hele familie. Ik doe dat gelukkig niet alleen, want dat zou niet lukken. Ik doe dat samen met mijn zus. Ik heb het overgenomen van onze ouders. En ja, uit welk nest je komt, daar word je wel een beetje opgevoed. En mijn vader was van werken. En vakanties en vrije dagen vindt hij nog steeds overdreven, ik niet. Maar ik bedoel, ja, je groeit ermee op. Je komt uit zo'n gezin en dan is het ook normaal. En in Nederland doen wij het goed, hè? En ik doe weer even op de paardenwereld. Ankie van Grunsven, dat is natuurlijk een begrip in de paardenwereld. Adelinde Cornelissen, Leon Thijssen, Mark Houtzagen. Profiteer jij daar ook van, zijdelings, van die prachtige prestaties van die Nederlanders? Of zeg je, ik heb toch mijn eigen winkeltje? Nee, we profiteren daar zeker allemaal van. Maar dat komt vooral omdat gewoon de paarden, de Nederlands gefokte paarden, gewoon heel erg in trek zijn over de hele wereld, omdat ze goed presteren. Dus ik zeg altijd, concurrentie moet je eigenlijk niet zoveel hebben. Je moet collega's hebben, je moet samen sterk staan. Dus dat vult elkaar wel aan. En vooral omdat we in de top gewoon in Nederland heel goed zijn, ben je ook continu met de paarden bezig om dat steeds te verbeteren. Dus als je ziet dat eigenlijk nu Hongarije een heel goed land had, is, die eigenlijk altijd hele goede paarden hadden, nu in Nederland alle paarden komen kopen, betekent dat wij het met de fokkerij in Nederland gewoon goed doen. En dat versterkt elkaar. Mennen is populair bij het publiek. Jij krijgt hier in zo'n weekend 35.000 mensen. Komen allemaal naar die paardensport kijken. Ik zie het zo weinig op televisie. Kun je dat verklaren? Weinig paardensport op televisie. Ja, weinig paardensport. De springen en dressuur zie je natuurlijk best wel veel op tv. De menssport is daarin nog wat minder. En het is ook omdat het moeilijk te volgen is op tv. Als je een marathon ziet, is het hier voor het publiek ook al moeilijk te volgen. Hè? Dus met voetbal of met tennis, dan zie je heel gauw als leek tot het goed of fout is. En bij ons in de menssport is het over 3 dagen. Dus je hebt dressuur, marathon en vaardigheid. En het is best moeilijk om dat echt heel interessant op tv te krijgen. Bijzonder drukke vrouw, druk bezet leven, tijd om te ontspannen, tijd om te genieten, tijd voor een blokje kaas, glaasje wijn. Maken we. Dat is denk ik ook belangrijk dat je dat af en toe doet, want dan krijg je ook weer nieuwe ideeën. Anders dan blijf je continu in zo'n tunnel zitten, dat is ook niet goed. Dus dat moet. Ik heb eerst wat positieve vragen. Geen positieve vragen, maar hoeveel aanspanningen heb jij hier rondlopen dit weekend? Dit weekend 104. 104 aanspanningen. 18 landen staat hier op mijn lijstje. Rond de 35.000 bezoekers hebben we het al over gehad. En heb je die country fair, je hebt dat, het promodorp. Hoeveel deelnemers staan er, exposanten? 35, tussen de 35 en 40. Zijn dat allemaal, ja, dat snap ik, dat zijn mensen die staan daar voor hun bedrijf. Maar heb jij ook, werk je met vrijwilligers, werk je met ROC-mensen, werk je met maatschappelijke organisaties, et cetera? Nou, we moeten wel met vrijwilligers werken om zo'n evenement te kunnen organiseren. Er gaan zoveel kosten in om. En als je dan ook allemaal nog betalende mensen... Dus we hebben een gigantische club vrijwilligers die al jaren ook ons ondersteunen. Dus als je, hoe meer ervaring je hebt, hoe minder mensen je nodig hebt. Dus daar zijn we echt heel trots op en heel dankbaar voor dat die ieder jaar weer terugkomen.
Iedereen is onder de indruk van deze ambiance. Mensen die hier nooit geweest zijn, die kijken hun ogen uit. Last van de crisis? Ja, last van de crisis. Er zijn natuurlijk wel wat sponsoren die, die afgehaakt hebben. Hè. Dus, bedoel, ja, als het niet meer gaat, dan gaat het niet meer. Er zijn gelukkig nieuwe bijgekomen. We hebben een hele goede sponsor erbij gekregen door de provincie Gelderland. De ondersteuning, dus daar zijn we echt ja, super dankbaar voor. En ook trots op dat de provincie Gelderland dit evenement ondersteunt. Daarbij hebben we toch nog wat nieuwe sponsoren kunnen vinden. Dus ja, last van de crisis merken wij ook. Maar daarin moet je zelf ook wat ja, creatief zijn. En dan kan je die crisis ook weer iets om ontwijken. Het ziet er geweldig uit. Complimenten. Mieke van der Gouw, dankjewel.